Hallo mensen van Dus David Games. Hallo mensen van Dus David Games. Ik ben Jeroen. Ik ben Nick. En wij zijn van... Aranea Gaming. Aranea Gaming. Wat is dit spel, denken jullie? Jullie zien blokjes als poppetje. Heb je goed gezien? Dat is goed. Dat is knap. Ja, knap. Het is een Minecraft-based shooter. Look like Minecraft. Dus. Inderdaad. Zoals je hier nu ziet, is dit mijn inventory met wapens. Ik heb een wrench, die is voor melee damage. Een BP40, een submachine gun. Ja, een BP40 is zeg maar een standaard gun. Ja, inderdaad. Een BWP, dus een handgun, is ook standaard. En je hebt een granaat. Het zijn de vier wapens die je standaard krijgt. Je kunt wapens bijkopen. Ik heb nu een sniper gekocht. Trouwens, je bent helemaal vergeten hoe de game heet. Het staat trouwens linksonder. Het spel heet Brick Force. Het is nog een beta. Het is nog een beta fase. Het is beta. We hebben het een tijdje gevolgd. En het is gewoon in de beta fases. En awesome, inderdaad. En we hebben nog een leuk verrassingje aan het einde van de video. Hoor je nog wel. Spannend. Maar in ieder geval, dit zijn dus de wapens. Hier heb je een shop. Hier staan nog veel meer wapens in die je eventueel kunt kopen. Als je zou willen. Je kunt ook nog allemaal kleren kopen, je kunt accessoires kopen. Je kunt denk ik ook nog nieuwe karakters kopen later in het spel. Ja, denk het ook. Iets van accessoires, maar karakters weet ik niet eigenlijk. Ik heb niet echt goed naar gekeken. Ja, ik zag het net ineens in de shop staan dat het kon. Ja, geweldig dus. Inderdaad. Maar ik denk dat we nu even een server kunnen joinen. Dan gaan we een server joinen. We gaan... Zie jij de breektroep Abt? De Abt? De breektroep Abt. De breektroep nog wat Abt. Ik mag hem niet joinen in ieder geval. Ja, dat is... Dan gaan we naar de Oendloos Gate. Zie je die? Wacht, ik zie hem in ieder geval wel. Wacht even hoor. Oh, Nick moet nog even wachten, jongens. Ja. Oké, het is zeg maar bij Battle... EU01. Ja, en dan Brick. Brick. Ah, Oendloos. Nee, Oendloos Gate. Lost, oké. Und los geht. Je kunt zelfs spokjes opdraaien zoals je nu ziet. Ah, kijk, Nick is gejoined. Hallo mensen! Oh, daar is Nick. Het lijkt me dat ik zeg maar. We gaan met z'n vieren op blauw natuurlijk. Het schiet echt niet op. Nee, niet echt. Kom, start de game. Hopjas. Smaak ik mijn eigen game wel. Kom. Ja, kom, start. Kunt het? Ja, kom maar. Kom maar. 1 seconde. Wapens aan het... Duurt lang. Duurt lang. Kijk, je kunt dus het poppetje ronddraaien. Nu zie je dat ik geen accessoires aan heb, alleen met mijn wrench. De seconde is al lang voorbij! Ik denk zeg maar dat je wel zeg maar iets van custom... character customizations heb, zeg maar. Zo, want je kan gewoon ronddraaien, want weet je, anders zat het er niet in. Oh, we gaan joinen. Je kunt trouwens ook clans maken en je kunt vrienden adden. Oh ja, clans. We hebben onze eigen clan al, de Aranea clan. De Aranea. Hey mensen, kijk! Hey, dat is Nick! Dat ben ik. Hij schiet in zijn hoofd en hij gaat huilen. Ja, het is best wel zo'n Japanse stijl van, inderdaad, zeg maar... emoties. Ah ja, emoties inderdaad. Zo van. Boom, we gaan uit. Kijk, ik heb nu een granaat. Kijk, dit is zeg maar zo'n een turret. Kijk. Kijk achter je. En dat is echt verschrikkelijk hard. Ja, het is nog wel echt een beta spel. Er zitten nog wel een paar bugs in. Een paar, vind ik wat. Het geluid van die turret staat aardig hard. Wat waren er nog meer voor bugs die we zo hadden gevonden? Het was zeg maar bij wat we later zeg maar gaan doen is zeg maar een map gaan maken. En daar zitten ook wel een aantal bugs in, zeg maar. Inderdaad. Maar ja, het is ook een beta-spel. Dus. Het lijkt een beetje op Counter-Strike, het lijkt een beetje op Minecraft. Het is een beetje van alles. Ja, klopt. Ik vind het geniaal. Het is gewoon geniaal. Het is zeg maar nog een beetje beta, weet je wat. Het zit nog weinig aan vast. Het is zeg maar, je hebt een dubbel kill en je hebt geen beloning of zo. Er is gewoon helemaal nog niks. Inderdaad. Wat het zeg maar uitdagend maakt. Maar het is gewoon wel vermakelijk, zeg maar, Het is gewoon leuk om even te spelen, inderdaad. Ja. Dus ik vind het wel een goed spel. Ja. Goed spel. Goed nieuws spel. Als we nog veel uitbreiding maken,
Ja, dit is natuurlijk een hele... bij Call of Duty die perks en zo als je... Ja, precies. Maar het is zeg maar een hele onbekende toch? Gewoon van... Ik ken het in ieder geval niet. Nee, ik weet niet hoe het heet. Wie die makers is. Infernum of zoiets, dacht ik. Ja, niet gekeken. Het is redelijk onbekend. Maar ja, door dit spel hebben ze volgens mij flink wat reputatie opgebouwd. Ja, ik denk het wel. Het is, ik sta hier een beetje te campsnipen. Dat is een beetje het nadeel van het sniper. Je kunt dan niet... Je mag of een sniper of een SMG. Je hebt dan nog wel een handgun, maar die werkt toch iets minder. En je kan zeg maar punten halen met Norma Points. Dus moet je zeg maar gewoon een aantal games doen of zo, weet je, want dan krijg je points erbij. Inderdaad. Je hebt ook, wat was het andere? Battle Points of zo? Ja, Battle of Brick Points of zo, die kon je kopen. Ja, die kon je kopen. Geld. En dan krijg je, dan kan je dat ook voor zeg items voor je poppetje zeg maar om aan te passen. Inderdaad. Wat je ook kunt kopen, als je de waarop dingen koopt, wapens, kun je ze voor een dag kopen, dat kost aanzienlijk minder. Ja, je kunt ze voor 7 dagen kopen of je kunt ze voor een maand kopen. Terwijl een dag, week of een maand. Ja? Ja. Je kan ze niet vastkopen dan? Nee, je kunt ze niet permanent kopen, zeg maar. Ja, dat is jammer dan. Maar ja, een maand is ook best wel veel eigenlijk. Een maand is ook best wel veel. Ik heb trouwens nog een bug ontdekt, die ik net al wist. Auto-reload staat niet aan. Nee. Maar misschien komt dat er nog wel. Ik hoop het wel. We zullen het allemaal nog wel zien. Zodra ik geen ammo meer heb, dan is het gewoon afgelopen. Dan vergeet ik nog wel eens te reloaden. Nee, daar ga ik er wel aan gewend eigenlijk. Maar dan gaan we denk ik nu wel ongeveer naar de nu map. Nu gaan we even naar het map editen inderdaad. Ja, want... En dan zien we jullie daar weer. Hallo, daar zijn we weer! Hallo, daar zijn we weer! In een hele lege map, met een boom. En een boom, hele mooie. Ja, dat zei ik. En dan gaan we laten zien wat je hier kan doen. Kijk, dit is zeg maar een hele lege map waar je zeg maar kan bouwen en kan plaatsen. Dus bouw, plaats, bouw, plaats. Heb je allemaal van die blokken? Kan je die laten zien, Jeroen? Ik kan ze laten zien. Ik heb de normal bricks. Er staan allemaal leuke dingen tussen. Capture the flag, team spawners, capture the flag. Je kunt allerlei modussen doen. Dan hebben we hier een tab met kleurstenen. Daar is er ook nog. En we hebben een ding met deco bricks. En daar staan allemaal decoraties in. Je moet deze twee tabs wel unlocken door een bepaalde ding te kopen. Ja, met die punten die waar we het over hadden. Ja. Dus als je alles doet. Waarom kan ik geen vuur inzetten? Oh wel. Wat? Kijk, vuur. Het is gewoon zo geweldig, want je kan gewoon niet in de fik staan, joh. Oh. Het is een wonder. Ik kan wel zo doen. Daar gaan de wetten van het. Ah! Natuurlijk. Kijk, daar gaat Nick. Oh, hij ja, is dood. Dat is ook zeg maar. Nou ja, niet een nadeel zo, maar het is gewoon één blok. Ja, je had het wel. Aantal... meerdere blokken kunnen instellen. Oh. Dan heb je een veel kleinere map. En het nadeel is zeg maar. Nou ja, het kan een nadeel en een voordeel zijn. Zeg maar, als jij zeg maar hier in join. Dan moet je permission geven, zeg maar. De master. Zo, nu heeft Nick geen permission. Oh, dus nu mag ik. Kijk, dan mag ik gewoon niet meer bouwen. Staat er zeg maar dat ik, ja. Nu mag je wel. Kijk, en dan kan ik weer gewoon gaan grieven bijvoorbeeld. Oh, daarom geven we niemand de permission in deze map. We hebben tot nu toe alleen nog wat huisjes gebouwd. We zijn er niet zo goed in. Ik heb een aantal maps zeg maar gezien die erg best wel goed waren. Dit is mijn huisje. Oh, dat gaat niet op creatief. Je hebt gewoon nog je gun bij, ik ook. Ja, je ziet hem inderdaad. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Dat zal wel. Het zal inderdaad wel. Misschien dat we deze map nog uitbrengen en ooit een keer zien. Dan maken we wel beter. Dan wordt hij sowieso beter als dit. Dit is niks een huisje. Ja, lekker leeg. Lekker knus. Lekker omhoog klimmen hier. Ah, ja, klimmen. Oh. Ja, klimmen! Dat kan... Ja, we zijn echt slecht in klimmen. Komt dat jij eronder staat? Nee. Ik heb het gehad. Je kunt hier dus ook aan de zijkant zitten en dan kan je zo campen zo en dan kan je hier zo afvallen, weet je wel. Dat is ook niet heel handig, ze moeten wel map borders hebben, zeg maar. Kun je het maken. Een vliegmode qua bouwen zou ook echt ideaal zijn. Ah, dat zou ideaal zijn, maar het is allemaal beter, het is beter. Het is beter. En dan gaan we, zijn we ongeveer wel klaar bij ons geheim. Inderdaad, we hebben alles wel verteld. En nu hebben we nog een leuke verrassing. Dit spel is dus
closed beta. Closed beta. Oftewel, je moet de code hebben. Invite. En nou is het leuk. We hebben 5 beta keys. 5 beta keys. Dus je kan gewoon, als jij zeg maar wilt en je wilt zeg maar zo'n beta key, dan kan je naar ons kanaal gaan. Inderdaad. Naar RNA Gaming. Dan staat er waarschijnlijk een link onder. Kijk, zeg maar hieronder. Kijk. Hier, daaronder ergens. Kijk zo, waar ik nu in val. Hier zo. Waar ik nu in val, zeg maar. Dan staat hier een beschrijving. Daar staat zeg maar gewoon ons een kanaal. Een filmpje. Erg aan de kanaal. Daar beneden staat het kanaal, ja. Ja. Dan ga je naartoe. En dan staat er een filmpje. Er staat ergens een filmpje zo van Brickforce, Beta Key. Voor de coole mensen bijvoorbeeld. Inderdaad. En dan krijg je daar je verdere instructies. En dan zullen we zien wanneer we die keys weggeven. Maar we hebben er 5. Dus... Ja, en gewoon... Nou ja, ik denk dat we daar een beetje de regels gaan opstellen. Je mag gewoon spammen, dikt spammen en zo voor die key. Als je dit een hele leuk game lijkt en zo. Inderdaad. Hoe ik zie hem werken. Kan allemaal. Oh, ik zie inderdaad ook een bug. Nou ja, maar het is nog beter. Het is een mooie bug om het bij af te sluiten. Nou! Ik zit vast. Oké, mensen. Doei doei! Doei doei!